Goedemiddag allemaal, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre session de Home of Governance Talks. Ik zie dat er al 17 mensen binnengestroomd zijn, dus we kunnen er perfect aan beginnen. Ik weet niet de hoeveelste Home of Governance Talks we al zijn, maar we zijn gestart in september 2020 in de opvolging van onze experience sessies. En zoals u weet is het de bedoeling van tijdens deze korte, maar interessante gesprekjes in discussie te gaan met een bestuurder die een bijzondere ervaring met ons kan delen. Een ervaring die ons tijdens deze crisis verder kan ondersteunen en inspireren. Donc, vous avez sans doute déjà l'habitude de ces discussions. Donc, pendant 20 minutes, 30 minutes, je vais poser des questions à Lynn, qui est notre invitée aujourd'hui. Et ensuite, je donne évidemment la parole à vous, aux participants. La session est enregistrée. Donc, de sessie wordt opgenomen. Dus het is mijn plicht om jullie hier voor de goede orde nog eens van te verwittigen. Voilà. Nadien, de vragen kunnen jullie stellen via de chat of via de questions. En die komen dan bij mij terecht en ik zal de vragen dan doorgeven aan Leen Gijssen. Leen, voilà. Ik heb de eer en het grote plezier om Leen welkom te heten en voor te stellen. Ik ken Leen al enkele jaren, een dame met vele petjes. Leen is een master in archeologie en kunstgeschiedenis. Ze is een aantal jaren research assistente geweest aan de KU Leuven. Ze heeft dan ook industrial business policy gevolgd aan ESAL en een executive education bij Vlerick. On connaît sans doute aussi Lane parce qu'elle a ensuite rejoint le Center for Fine Arts in Brussels, où elle a aidé à construire on peut dire la marque la plus célèbre culturelle en Belgique, Beaux-Arts. Maar Leen is hier voornamelijk met ons vandaag, omdat zij 10 jaar geleden een van de founding partners was van IPARC. IPARC, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bewarings- en restauratiediensten, dus voor kunstwerken. Maar Leen zal er nog veel meer over vertellen en we gaan jullie ook een kort filmpje zo dadelijk laten zien. Ook belangrijk is dat Leen sinds 2011 European Female Entrepreneurship Ambassador is, initiatief van de Europese Commissie. En dat zij een van de finalisten was dit jaar voor de Women Award for Female Entrepreneurs. En een tweede hoedanigheid, een tweede petje waarom ze vandaag bij ons is, is omdat ze voorzitter is van de Raad van Bestuur van de NGO Plan International Belgium. Leen, van harte dank om hier te zijn en heel erg welkom. Dankjewel. En dan stel ik voor, Leen, dat we eerst eventjes naar jullie filmpje kijken, omdat dat toch een heel goede blik werpt op waar jullie mee bezig zijn. Marwan, onze uitstekende technische assistent, gaat het filmpje in gang zetten. Marwan? Ik ben Leen Gijssen, managing partner en een van de oprichters van IPARC. IPARC restaureert kunst in opdracht van musea, kerkfabrieken, galerijen en private collectioneurs. Wij hebben sites in de rand van Brussel en in Londen. En wij vieren dit jaar ons 10-jarig jubileum. En eigenlijk hebben wij onze dienstverlening in de loop der jaren gediversifieerd naar kunstopslag, technische analyse en onderzoek en insectenbestrijding. Door de impact van de COVID-19-crisis lagen activiteiten als onderzoek en insectenbestrijding eigenlijk grotendeels stil. En dat waren nu net de twee domeinen waarin we toch wel significante investeringen deden, eind vorig jaar en begin dit jaar nog. De vesting in Londen is eigenlijk vorig jaar ook grotendeels toegeweest en is nu net voor de derde keer in lockdown. Dus dat heeft wel een hele significante impact gehad en niet in het minst ook op onze mensen. Anderzijds is het zo dat binnen restauraties natuurlijk er een heel aantal langlopende projecten waren die gelukkig zijn blijven lopen en waardoor we zijn kunnen doorwerken.
Bijkomend hebben we toch gekeken naar welke processen kunnen we dan eventueel digitaliseren, want het spreekt voor zich dat je dit werk niet thuis kan doen, maar dat we klanten wel de mogelijkheid wilden geven om hun restauraties van op afstand mee te kunnen volgen in plaats van hier ter plaatse te moeten komen. En dus die dialoog met de opdrachtgever verloopt nu via een multimedia app waar ze de restauratie eigenlijk achter de computer kunnen meevolgen. Ja, met IPARC spelen we in op de groeiende vraag naar duurzaamheid op drie vlakken. Enerzijds door te investeren in preventieve conservatie, een heel nieuw pakket aan dienstverlening dat eigenlijk te maken heeft met het bewaren van kunstwerken. We zien een shift eigenlijk in de budgetten ook binnen musea om beter te voorkomen dan te genezen. En ook verzekeraars zijn uiteindelijk bezig met risicobeperking, dus daar spelen wij op in. In tweede instantie, dat is wat jullie hier achter mij zien, hebben wij een gepatenteerde ecologische methode om insecten te bestrijden, maar ook om museumobjecten te decontamineren, in lijn met de Europese regelgeving rond de biocides. En dus het is een volledig ecologische methode en vandaag de enige beschikbare in Europa. En op het derde vlak zetten we vooral in op kennisborging en dus het duurzaam verankeren van de kennis van onze medewerkers en de transfer tussen generaties die we ook in dit team proberen mogelijk te maken. Ja, dus onze ICM-technologie werkt eigenlijk met warmte en vochtigheid en op die manier kunnen we zowel insecten effectief bestrijden als museumobjecten decontamineren of ontgiften. Ja, want dus vanaf het begin van de vorige eeuw werd die museumcollectie eigenlijk behandeld tegen insecten met juist die schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn. En het probleem is dat die objecten vandaag nog steeds giftig zijn en dus moeilijk kunnen gehandeld worden en onderzocht worden. En dus onze methode maakt eigenlijk de stoffen in die objecten mobiel en we vangen die op in speciale filters en op die manier worden die afgevoerd. De ICM-methode komt tegemoet aan de Sustainable Development Goals, met name 3 en 11, voor het creëren van veilige werkomgevingen en healthy living. En dus wij schatten wel dat we na corona daar toch wel ook een uptake in de business gaan zien. Ja, het belang van internationaal ondernemen kan voor IPARC bezwaarlijk onderschat worden. In eerste instantie omwille van de relatieve grootte van de Belgische markt. Hè, hoewel we natuurlijk heel veel private collectioneurs hebben in Vlaanderen. Maar vooral ook omdat de vraag naar gespecialiseerde skills die wij hier hebben internationaal zeer groot is. Hè. Elke respecterende collectie, wat dan nu publiek is of privaat, heeft wel Vlaamse meesters in zijn rangen. En dus daar hebben we natuurlijk een specifieke know-how die overal gevraagd wordt. We hebben vestigingen in de Brusselse rand en in Londen, maar het is zo dat klanten van over heel de wereld hun kunstwerken naar hier sturen voor restauratie. En met ICM, met onze insectenbestrijding, gaan we eigenlijk overal naartoe, want we hebben ook een mobiele vrachtwagen die vandaag, as we speak, in Marrakesh de collecties van Yves Saint Laurent behandelt. De succesformule voor internationaal ondernemen, wij zitten zelf nog volop in de leercurve, maar er zijn toch een aantal bouwstenen. Ik denk enerzijds goede partners in België, maar ook in het exportland. Een goed lokaal management met de nodige senioriteit en marktkennis. Een duidelijk onderbouwd exportplan. Maar ik denk vooral ook een gezonde interesse in de lokale cultuur en de taal. We proberen onze internationale klanten ook te accommoderen door dienstverlening hier in onze geklimatiseerde kunstopslag. Onder de vorm van een douane-entrepôt, waarbij ze hun stukken kunnen laten opslaan zonder daarbij btw en invoerrechten te betalen. Door als bedrijf maatschappelijke groei aan economische groei te koppelen, creëer je niet alleen een persoonlijke verrijking, maar ook een uniek concurrentievoordeel. Zeer mooi, Leen. Maar wij zijn natuurlijk heel blij van jou hier in levende lijven bij ons te hebben en niet enkel naar het filmpje te moeten kijken. En ben oprecht onder de indruk van het filmpje. Wat ik misschien nog mis als een van de bouwstenen voor de succesvolle groeicurve is governance, maar daarvoor zijn we natuurlijk hier. Hè? Leen, twee verschillende rollen in twee verschillende omgevingen. Hè? Plan International aan de ene kant, IPARC aan de andere kant. Dat is natuurlijk de omgeving is een belangrijke determinant voor de governance. Samen met andere elementen, zoals de maturiteiten, waar we nog eventjes op terugkomen. Dus voordat we springen naar de governance-vragen, nog eventjes een korte toelichting van jou over deze twee omgevingen. IPARC hebben we al uitgebreid bekeken in het filmpje, maar misschien toch nog een woordje over Plan International ook. Ja, misschien nog even over IPARC. Gewoon om een kleine schets te geven. Dus IPARC is een afkorting van International Platform for Art Research and Conservation.
Wij noemen het een soort one-stop-shop voor al je collectienoden. Dat hebben jullie gezien, hè, gaande van opslag over restauratie tot onderzoek. Wat doen wij niet? Want dat is heel belangrijk om te begrijpen wat wij exact doen. Wij doen geen monumenten, hè, dus wij doen geen gebouwen. Het gaat enkel over roerend erfgoed en kunstwerken. We zijn met ongeveer 20 mensen in België en onze klanten zijn zowel dus musea als private collectioneurs. We bestaan 10 jaar, Cargo van het jaar in 2018 en Trends in 2021. Dat was voor IPARC. Nu, Plan België is een NGO en is lid van een INGO, dus een internationale NGO, die dan Plan International Inc. heet en die een hoofdkwartier in Engeland heeft. Het is een federatie met leden en dat wil zeggen dat dus de individuele leden in casu Plan België eigenlijk zeer onafhankelijk opereren, maar wel samenkomen in de governance onder de vorm van een International Members Assembly en een International Board. Nu, een paar kerncijfers voor Plan in België. Een geconsolideerd inkomstenbudget van 19 miljoen, dit jaar zal het 20 miljoen euro zijn. We zijn met ongeveer 60 mensen in Brussel. We zitten in de Ravensteingalerij, dus vlakbij Bozar. Ongeveer 30.000 planouders. Dat is toch wel een hele belangrijke basis waar we kunnen op verder bouwen. Een zeer trouwe basis ook. En Plan bestaat, Plan Inc. dan, hè, als organisatie wereldwijd, bestaat sinds 1930. In België sinds 1983. En is actief in 75 landen met meer dan 10.000 mensen. Dus dat zijn wel grote cijfers. Zeer indrukwekkend, Leen. Om eventjes terug te komen op IPARC, wat mij daar vooral opviel, en dat weet je, want ik heb jou dat al gezegd, is het coöperatieve gedachtegoed. En dan vooral ook het feit dat jullie eerst een coöperatieve vennootschap waren en dat jullie ook de ICA-beginselen onderschreven. Eventjes voor onze toehoorders die het nog niet zouden weten, dat is de International Cooperation Alliantie en die beginselen, dat zijn 7 beginselen, waaronder vrijwillige toetreding, democratische controle, autonomie, onafhankelijkheid enzovoort. Vraagje naar jou, Leen, hoe is dat zo gegroeid en dan uiteindelijk, waarom hebben jullie dan toch gekozen voor een BV en niet voor een CV in het kader van het nieuwe wetboek? Ja, IPARC is eigenlijk gegroeid vanuit 4 founding partners. Dit is mezelf en dan 3 anderen die echt zelf restaurator zijn. En die op het moment dat IPARC opgericht werd, eigenlijk wat mid-career zaten allemaal. Dus ze brachten hun eigen netwerk mee, hun track record en hun eigen referenties. Maar ze hadden niet allemaal dezelfde inbreng in assets. Dus dat was al belangrijk. Anderzijds vonden wij wel dat de coöperatieve vennootschapsvorm de meest logische vorm was om via democratische besluitvorming de inbreng van één ieder, die dan intangible was, te valoriseren. Dus dat was een heel belangrijk beginsel. Bijkomend, je hebt daar de ICA-values onder andere rond self-responsibility, hè, ownership. Dat is heel belangrijk bij ons. Wij spreken hier toch over belangrijke stukken, hè, zowel van publieke historische waarden als van geldelijke waarden. En dus we hadden eigenlijk met ons 4 een heel duidelijk beeld en een heel duidelijke visie op wat kwaliteit was voor ons en vooral ook wat methodologie en ethiek zijn. Je moet ook rekenen dat we ons bevinden in een sector waar er geen beroepsbescherming is. En dus restauratie is niet beschermd, in tegenstelling tot een aantal andere beroepen. En dat we eigenlijk in het midden van een kunstmarkt zitten waar 1 onwaarschijnlijk veel kapitaal in omgaat. En als logisch gevolg daarvan ook wel wat, de ethisch risico, zullen we zeggen. Voilà. De verleiding is soms groot. Inderdaad. Maar dus wij, bijvoorbeeld, we hebben een hele duidelijk zicht voor ons wat dat dan wil zeggen, ethiek. En wij willen dat ook met onze mensen op die manier neerzetten. En dus het coöperatieve met zijn democratische besluitvorming, op alle geledingen, was voor ons dan een heel logisch model om te maken dat ons verhaal niet alleen goed gestart was, of goed gestart werd, maar ook op de lange termijn dat de continuïteit en vooral de duurzaamheid van ons verhaal gewaarborgd zou zijn. Want je moet zomaar 1 misstap begaan en je reputatie is om zeep. Hè? Dat is bij heel veel bedrijven zo, maar dat is zeker zo bij het onze, waar 75% van de business komt via word of mouth. Hè? Dus dan is het wel belangrijk om ook over die dingen heel duidelijk afspraken te maken en
ja, daar ook in te evolueren. Hè? Want wij zijn ooit begonnen met 4. We zijn nu een heel ander verhaal. We hadden dat ook nooit kunnen voorspellen dat dat zo zou lopen. Maar chance dat we zo goed op elkaar ingespeeld waren en dat onze beheersorganen in het begin, en vandaag nog, ja, met dergelijk soort besluitvorming werden uitgetekend. Wat dat voor ons heel belangrijk is, allee, ook in die ethische waarden, is dat... we hebben ook een IPARC ABC, dat is eigenlijk een soort ons woordenboek, en dat elke medewerker hier ook krijgt. Dat is letterlijk ook een fysiek boek. Daar wordt onder andere gesproken over eerlijkheid, openheid, authentieke communicatie, social responsibility. Dus al die dingen komen erin aan bod. We zijn natuurlijk een commerciële onderneming, maar die visie en missie maken dat wij ook heel duidelijk onze maatschappelijke functie uitspreken, die er toch wel is. Hè. Onder andere creatie van draagvlak voor erfgoed. Wij vinden dat deel van onze taak, ook al zijn wij een commerciële onderneming en worden wij voor die taak niet per se betaald. Hè. Maar we vinden dat wel dat erbij hoort. Maar ook het coachen van jong afgestudeerden, heel het model van... Ja, een beetje van de gilde vroeger. Hè. We hebben de professionalisering gezien van ons beroep de afgelopen 2 decennia. Het is gegaan van een academie over hogeschool naar master aan de universiteit. Fantastische evolutie, hele goede theoretische onderbouw. Maar mensen die afstuderen kunnen eigenlijk niet praktisch restaureren. Dus dat wilden we ook creëren. En we wilden, dat was ook in het filmpje aan bod gekomen, heel zeker zijn dat de goede kennis die we vandaag in Vlaanderen hebben, dat die van generatie op generatie wordt overgedragen. Ook een beetje zoals vroeger met de gilde. Ja. Dus dat is belangrijk dat die coöperatie... Inderdaad, dat staat op jullie website ook, hè. Training of Subsequent Generations. En dat is inderdaad onderwijs, vorming en informatieverstrekking is ook een van die 7 ICA-beginselen. Ja. Dus Leen, voor mij beantwoorden jullie perfect... aan de definitie van de CV in het nieuwe wetboek. Dus het zijn prachtige statuten. Allee, we gaan hier geen juridische discussie van maken. Het zijn prachtige statuten, maar voilà. We vinden daar eigenlijk dat coöperatief gedachtegoed niet zozeer meer in terug. Nu, op het vlak van de governance, hoe ziet die governance er dan uit bij IPARC? Hoe trek je dat door? Hè? Hoe is jullie governance vandaag? Hè? Ja. Vandaag is het misschien nog een beetje founder-driven. Misschien ook belangrijk om eens eventjes het financieringsmodel toe te lichten. En dan hoe je de evolutie in de toekomst ziet, hè, naar een echte governance-driven onderneming. Dus dat is eigenlijk de vraag naar de maturiteit van de governance vandaag van jullie organisatie. Maar misschien nog eerder op de vorige vraag, want ik heb dat niet beantwoord. Dus wij zijn nu, voor alle duidelijkheid, wel geen coöperatieve meer, maar een BV. En ik wist dat ik u had moeten bellen, hè, Sandra. Maar nee, we hebben op een gegeven moment een verandering aan onze statuten gedaan, na het ingaan van een nieuwe vennootschapswet. En onze raadsman en notaris waren toch wel heel snel om te zeggen van ja, eigenlijk kunnen jullie volgens de letter van de wet, van de nieuwe wet, geen coöperatieve blijven. Dat staat nu ter discussie, maar oké, dat is dus gebeurd. We zijn naar BV gegaan, maar dat wil niet zeggen dat een aantal principes en zeker die waarde, die value chain, dat blijft. Hè? Dat spreekt voor zich. Maar dus we zijn vandaag wel een BV. Dat klopt. Ja, maar er kunnen dus andere technische redenen ook voor geweest zijn. Hè? Dus voilà. Ja. Het zou kunnen. Okay. Over de governance. Dus vandaag hebben wij een raad van bestuur. Eigenlijk A, B en C aandeelhouders. En dus A zijn founding partners, B zijn mensen die later ingestapt zijn, maar die ook restaurator zijn, dus die ook inhoudelijk betrokken zijn. En C zijn externe investeerders, eigenlijk financiële investeerders die niet executive zijn. Dus vandaag hebben we een raad van bestuur met 6 aandeelhouders, 2 van elke categorie. Waar vooral evolutie in zit vandaag is... om zeker ook externe bestuurders binnen te trekken. Dus we kijken daar minstens naar 2 externe bestuurders. Liefst met competenties binnen vakgebieden die wij niet hebben. Hè, om de toegevoegde waarde echt te maximaliseren. En vandaag is het ook zo dat ik nog steeds als founder zowel voorzitter als managing partner ben. Dus dat moet absoluut ook evolueren. We zijn daar maar zeer bewust van. Maar het is niet zo'n gemakkelijk traject. In die zin dat dat ook... een beetje parallel loopt met een transitietraject voor iemand die general management zou doen hier in België, omdat ik toch meer en meer naar buitenland, buitenland bezig ben. Dus op 2 vlakken, zowel in de raad van bestuur als in het managementteam, moet er daar een evolutie zich voltrekken. En ik kan u niet verhullen dat dat met de nodige pijnen gebeurt, omdat dat gewoon geen gemakkelijk traject is om de juiste mensen te vinden of iemand te vinden die kan evolueren in de juiste richting.
Voilà, we hebben dan naast de raad van bestuur ook een raad van advies, die er eigenlijk parallel aan staat. Die natuurlijk geen wettelijke bevoegdheden heeft in ons verhaal, maar die bestaat uit externe uit de kunstwereld. En dat zijn zowel, daar is een kunstenaar bij, daar is de directeur van een grote kunstbeurs bij, daar is een grote verzamelaar bij, daar is, ik denk, ook een gouvernalid en een lid van de raad van bestuur bij, Paul de Gerbin. Daar is de decaan van een business school bij, dus dat is een heel divers groepje. Ik denk dat Paul hier aanwezig is. Ja, hè? Zijn naam is ingeschreven. Voilà. Dag Paul, moest je daar zijn. Maar ik moet eerlijk bekennen dat die raad van advies, ja, afgelopen jaar is het natuurlijk wel wat moeilijk geweest, maar dat is een zwak excuus, dat we dat eigenlijk totaal onderbenutten en dat we die onvoldoende consulteren rond, allee, want ik zie dat heel topic focused, rond bepaalde nieuwe ideeën of nieuwe markten, nieuwe producten, of een combinatie van beide. Dus daar moeten we echt opnieuw werk van maken, want dat is een zeer waardevol instrument voor ons, omdat dat echt mensen zijn die met een extern oog naar ons verhaal kunnen kijken. Een typisch groeiverhaal, Helene. Zo bezig met de dagdagelijkse beslommeringen dat men eigenlijk de helikopterview een beetje uit het oog verliest. Ik stelde ook de vraag naar de band met het financieringsmodel. En dat is eigenlijk ook een vraag die uit het publiek komt. Ik heb een vraag van Christine Darville, Honorary Executive Manager van het VBO. Welke zijn de aandeelhouders van de BV? Hoe zit de financiering in elkaar? Ja, dus we hebben eigenlijk dus we hebben 6 aandeelhouders, waarvan 4 meewerkende venoten. Dus 4 mensen die echt in het bedrijf 100% actief zijn en te werk gesteld zijn. En dan 2 investeerders die eigenlijk in 2 trapjes ingestapt zijn met kapitaalrondes. We zijn ooit gestart met een achtergestelde lening van PMV, in een ver verleden. Toen nog een fonds cultuurinvest bestond, dat is intussen ook ingekanteld in PMV. En dan hebben we een kapitaalronde gedaan via BAM. Dan hebben we een afsplitsing gedaan van onze kunstopslagactiviteiten, want dat is toch wel zeer kapitaalintensief en dat gaat echt over patrimonium, over gebouwen. We hebben nu 2000 vierkante meter geklimatiseerde opslag en we hebben die afgesplitst in een patrimoniumvennootschap en daar is dan een industriële partij mee ingestapt, die ook actief zijn op vlak van opslag. En relatief recent, vorig jaar, hebben we de activiteiten van insectenbestrijding, dat is in het filmpje aan bod gekomen, die ICM heette, afgesplitst in een aparte, het is eigenlijk een tech company, hè, want het gaat echt meer over de technologie. En daar gaan we naar service as a service, of software as a service model, een SaaS model. En dus dat is echt apart nu en dat is nu doorgestart met ook een PMV COVID startup bullet loan. Hè. Dus dat is waar de financiering vandaag in elkaar zit. En de initiële aandeelhouders hebben bij de start natuurlijk wel wat assets ingebracht, maar hebben vooral brengen vooral hun arbeid en kennis in. Heel mooi, Leen. Heel mooi. Zeer interessant. Bedankt ook, Christine, voor die zeer goede vraag. Ik heb ondertussen ik neem er af en toe vragen tussen, Leen, als je dat niet erg vindt, omdat ze aansluiten bij waar we over bezig zijn. Een vraag van Catherine Delange, Managing Director van de Centre de Bonne Gouvernance Paul Tassin. En ook bij ons medeverantwoordelijk voor ons centrum PME, SME Governance en Startup Scale-ups in het bijzonder. Hoe is het selectieproces verlopen van de leden van jouw raad van advies? Ben je voor een eigen netwerkkeuze gegaan? Of via een meer gestructureerde aanpak, zoals wij ook voorschrijven, hè? Competentiematrix en dergelijke? Ja, zo doen we het bij plan eigenlijk. Bij plan is het heel duidelijk, is er een competentiematrix. En dus kijken we naar het systeem dat niet iedereen tezamen uit de raad van bestuur gaat of in. Allee. Staggered boards. Staggered boards, dat was het woord dat ik zocht. En dus kijken we elke keer dat er, als er iemand moet vervangen worden, dat we het op dezelfde manier invullen. Of dat in functie van de strategie bepaalde noden zich stellen en dat je die competentiematrix moet aanpassen. Dat kan ook, hè. Dus dat is ook al gebeurd. Bij de Raad van Advies van IPARC is het echt wel via een eigen netwerk gegaan, omdat we natuurlijk... We hebben met VOCA en met Unis ook al gesproken over dergelijke zaken. Ze hebben ook mechanismen die Raad van Advies of mensen van Raad van Advies kunnen voorstellen. Maar in dit geval hadden we wel een goed zicht op waar we naartoe wilden en wat voor profielen we wilden om kritische vragen te stellen. En dus daar hebben we inderdaad een eigen netwerk aangesproken. Ja. Heel mooi.
Je weet dat wij daar ook bij kunnen helpen. Hè. We hebben een board vacancy service die ten dienste staat van ondernemingen, leden en niet-leden. Dus in de toekomst kan dat een goede keuze zijn. Ik wou je de scoop niet onthouden, maar we gaan dus een oproep doen via Geberna. Ah, voilà. Zeer, zeer goed. Voilà, dus bij deze is dat al officieus gelanceerd. Heel goed. Plan International dan. Ik heb nog een vraag eerst van Christine Darville. Ook een zeer pertinente vraag. Zijn jullie alleen? Hoe ziet de markt eruit? Zijn er veel bedrijven actief in uw sector in België, maar misschien ook internationaal, want het is een internationale markt natuurlijk. Het is heel bizar, maar er zijn heel weinig bedrijven, zeker in de volledige dienstverlening die wij aanbieden. De concurrentie, zowel in België als in het buitenland, is heel eclectisch, afhankelijk van de context. Ik verklaar me even nader. Als wij voor musea werken in België, het landschap van restauratie is eigenlijk grotendeels bevolkt door eenmanszaak. Mensen die met één of met twee mensen maximum werken. En een museum zal typisch 3 offertevragen doen en dan zullen wij in concurrentie staan met een andere eenmanszaak. En dan zal het museum in kwestie typisch voor ons kiezen omwille van garantie van continuïteit, degelijke verzekeringsonderbouw, kwaliteit natuurlijk, reputatie en dus die dingen. Anderzijds heb je aan het andere eind van de marktspectrum heb je de grote projecten, want wij doen ook bijvoorbeeld restauratie van interieurs van kerken. We hebben zo Onze Lieve Vrouw Brugge gedaan, Sint-Pietersleuven, de Handelsbeurs in Antwerpen. Dat zijn zeer grote aanbestedingen die dikwijls ook in een hele hoge aannemersklasse spelen. En dan zien wij eigenlijk in onmiddellijke concurrentie met IPARC de grote restauratieaannemers. Dus echt bouwaannemers die dus ook meedoen in die grote dossiers. En dan op hun beurt in onderaanneming kleinere restauratoren nemen. Dus het hangt er echt vanaf van de context. Nu, dat is het publieke segment. In het private segment zien wij relatief weinig concurrentie, omdat je daar echt werkt op vertrouwensbasis. Maar bedrijven als IPARC zijn er niet. En het beste bewijs is, denk ik, dat we recent dus in Berlijn opgestart zijn. En dat we daarmee eigenlijk de covers hebben gehaald van alle culturele magazines in Duitsland. Omdat er werd zo gezegd, IPARC komt naar Duitsland. Dus op zich is dat blijkbaar toch wel iets opvallend. Dus er zijn er niet zo heel veel om mee te benchmarken. Kan je zo eens een idee geven? Dat is een vraag van mij, maar om iets beter te situeren waar op welk deel van de markt jullie je begeven. Welke bekende kunstwerken hebben jullie bijvoorbeeld gerestaureerd? Ik kan misschien zeggen, dit wordt later vrijgegeven, dus op zich is er geen veiligheidsissue, maar we zijn nu bezig in het atelier, as we speak, aan een Van Dijk, aan een Rubens, er staat hier een Hockney. We zijn bezig aan een Faber, aan een Panamarenko, aan een Harry van der Velde meubilair. We zijn bezig vandaag in Bozar aan de deuren van Victor Horta. Dus ja, zeker Vlaamse kunst, maar ook Belgische kunst, grote namen zijn zo goed als allemaal door onze handen gegaan. En bijvoorbeeld nu, vrijdag deze week, vertrekken onze mensen met onze onderzoeksapparatuur, want wij doen ook onderzoeken om kunstwerken, de authenticiteit te onderzoeken of de datering te onderzoeken. Vertrekken we naar Londen in opdracht van het ministerie van Cultuur van een van de Midden-Oosten-staten. Dus je ziet dat het heel internationaal is en dat het echt gaat op een grote naam. Mooi, ik denk ook heel fijn moet dat zijn om die kunstwerken zo van dichtbij te kunnen aanschouwen, maar natuurlijk ook een heel risicovolle onderneming, hè? Want het gaat daar over bedragen die gewoon ondenkbaar zijn. Dus, ja, misschien vond het ook onverzekerd in het geval van het publiek erfgoed. Nu, we hebben natuurlijk alle mogelijke maatregelen genomen die je als goede huisvader of huismoeder dient te nemen, ook op verzekeringsvlak. En wij weten wat we doen. Enfin, onze mensen weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Maar tot hiertoe hebben we daar eigenlijk even hout vast. Om lid te worden van jullie raad van bestuur, het is een bepaalde verantwoordelijkheid, toch? Hè? Het is geen lichtzinnig gebeuren, dus dat zal misschien ook wel meespelen. Hè? Maar ik denk, naar liability zijn er wel de nodige borgen. En die dingen zijn wel onderbouwd. We zijn hier niet zomaar... Misschien zijn we ooit 25 jaar wel zo begonnen bij ons restaurateur. We zijn ooit begonnen, hij alleen, thuis bij ons. Ik kan u zeggen dat dat een heel ander verhaal was, maar intussen zijn we een hele weg afgelegd. Dus op dat vlak... Ja, mensen zijn altijd heel bevreesd en heel angstig als het gaat over kunst. Zelfs onze verzekeraars, de banken, wij zijn een soort
ja, een beetje een vreemde eend in de bijt. Er is ook voor risicofactoren, alleen al was het maar voor financiering, zitten we altijd in de hoogste schijf, omdat er geen benchmarken zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dit meer risicovol is dan een pakweg een bouwonderneming, lijkt me. Oké. Heel goed, je hebt ze allemaal gerustgesteld, denk ik. Ik heb een vraag die ook een beetje aansluit bij mijn volgende vraag over de purpose, maar opnieuw een vraag van Katien Delange. Ziet u een evolutie binnen de jongere generatie die zich meer dan vroeger, al dan niet, geroepen voelt voor restauratie in lijn met alles wat de sustainability is? Ja. Ja, ik denk wel, we voelen dat ook in ons team. Enfin, we zijn zelf altijd gestart vanuit een heel sterk gedreven duurzaamheidsreflex, maar we zien wel dat de jongere generaties, en we zijn hier toch met 20ers en 30ers, dat die bij een aantal dingen toch heel bewust zijn en ook daarop aansturen. Dus ook vragen van hun werkgever om daar actie op te nemen en een strategie te bepalen. Dus we voelen daar een push. Gelukkig hebben we die zelf ook intrinsiek, maar het team staat er heel erg achter en vraagt ook. Nu, in ons geval zijn er heel veel aspecten. Hè. Je hebt de producten die we gebruiken. Allee, de mensen zijn zelf ook betrokken. Hè. Er wordt ook in de opleiding heel veel ruimte gemaakt en aandacht gegeven aan veiligheidsaspecten. Nee, want restauratoren 50 jaar geleden stierven bijna allemaal aan kanker omwille van de toxische producten die ze gebruiken bij de restauratie. Wij zijn niet alleen bezig met die dingen op te vangen, maar wij gaan eigenlijk weg van alle toxiciteit. Dus wij zoeken ook naar oplossingen. Dus heel veel innovatie zit ook in processen, producten, technologieën. En dat zoeken wij samen met onze mensen wel heel bewust op. Ja. Dus we voelen daar duidelijk wel een push. Ja. Boeiend verhaal. Dat zal het ook gemakkelijker maken om talent aan te trekken. En dat brengt bij ook bij een interessante vraag van Piet Welchens. Die zegt, hoe gemakkelijk is het om kunstenaars of ambachtslui dan te laten samenwerken? En het idem met een raad van bestuur die samengesteld is uit kunstenaars of ambachtslui. Ik moet je eigenlijk teleurstellen, het zijn geen kunstenaars, het zijn ook geen ambachtsmensen, het zijn wetenschappers. Hè? Het is een academische master, dus mensen hebben een universiteit gedaan en ze willen al helemaal geen kunstenaar genoemd worden, want wij creëren ook niks. Hè? Wij maken geen kunst. Wij herstellen kunst in de integriteit van wat de kunstenaar heeft willen maken toen. En wij bewaren voor de toekomst. Dus in onze raad van bestuur, de restauratoren, maar natuurlijk wel mensen met een opleiding die heel gespecialiseerd is, hè? Want het is binnen die master nog zo dat je kiest of je schilderij gaat restaureren, of steen, of hout, of metaal, of textiel. Dus het is zeer gespecialiseerd. Dat is niet zo gemakkelijk. En het is vooral niet gemakkelijk, omdat je natuurlijk inderdaad van bestuur ook gelijkheid van informatie wil. En dat niet iedereen dezelfde voorgeschiedenis heeft, of dezelfde background heeft, om alle informatie te assimileren en te verwerken. Dus dat is voor mij persoonlijk, en ook voor een aantal andere mensen, wel altijd een beetje zoeken van hoe ga je dingen brengen, wat ga je toelichten, hoe ver ga je detail, waar moet je context geven. Maar dat maakt het ook wel boeiend, want ik krijg natuurlijk wel heel veel vragen out of the box, waar je een klassieke bestuurder die vragen niet zou stellen, maar juist doordat het zo'n specifieke profiel zijn, krijgen we die wel. Dus op zich is dat ook wel goed. Ja, maar vandaar, ook zoals je zelf al aangaf, ook misschien het belang van die onafhankelijke bestuurders, om daar een soort van evenwicht in te brengen. Hè? Natuurlijk, die informatieasymmetrie die zal je altijd hebben, hè? Want die onafhankelijke bestuurders gaan uiteraard niet zo'n technische specialisten zijn als jullie, als founders. Hè? Dat is, ja, maar ik bedoel eigenlijk omgekeerd, in die asymmetrie is vooral dat de restauratorenbestuurders vandaag zijn mensen die zakelijk helemaal niet betrokken zijn of niet betrokken willen zijn, hè? Die in volle vertrouwen in hun passie aan het werken zijn, die eigenlijk niks liever doen dan heel erg gericht op 5 vierkante centimeter van 9 tot 5 te werken. En dus we moeten ze eigenlijk binnentrekken in het debat van de Raad van Bestuur. En dat is dikwijls een uitdaging. Niet dat ze dat niet willen, maar dat is gewoon heel ver van hun. Je moet ze motiveren. Voilà. Ja. Nog een vraagje van Lisbeth, hè. Lisbeth Ridder, onze secretaris-generaal, onze verantwoordelijke reach ook. Heb je al verwogen om internationale profielen in je board op te nemen? Ja, daar staan we zeker voor open. Maar ik heb daar nog niet heel hard over nagedacht, maar dat is zeker zo. Ja. Of profielen, we hebben heel veel Belgen die in de kunstwereld heel belangrijke functies uitoefenen in buitenlandse musea of kunstbeurzen. Dus het zou ook wel fijn zijn om zo iemand terug naar Vlaanderen te brengen voor zo'n verhaal mee te internationaliseren, natuurlijk. Ja.
Heel mooi, Leen. Zo komen we dan bij mijn volgende vraag, het purpose-debat. Jullie purpose, je hebt al gesproken over de ICA-beginselen, maar misschien nog eens eventjes, wat is jullie purpose en hoe past die jullie in, hoe vertaalt die zich naar jullie strategie? Hoe zie je de toekomst? Ik lees die purpose nog niet in jullie statuten. Je weet ook dat het nastreven van andere doelen dan winstoogmerk uitdrukkelijk nu in de statuten kan worden opgenomen. Graag jouw visie daarover. Maar die suggestie nemen we zeker mee. Ik denk dat dat een belangrijk actiepunt is. Waarom zouden we dat ook niet doen, als het kan? Ik denk, onze purpose zit natuurlijk heel erg in de verhaal van People, Planet and Prosperity. Waar we... we hebben het er al even over gehad, maar we hebben echt wel een maatschappelijke functie. Hè, die niet meteen opgelegd is, maar die wij als bedrijf hebben eigen gemaakt. Het is ook zo, maar ik zeg van als de markt bevolkt, is er allemaal eenmanszaken dat je eigenlijk constant in hele sterke concurrentie met elkaar zit. En een grotere structuur heeft het voordeel dat je natuurlijk een aantal andere dingen kan gaan uitstippelen. Dat je kan inderdaad gaan praten over kennisuitwisseling, over best practice uitwisseling, over kennisoverdracht. Dat dingen zijn die best spreken over heel lange termijn. Hè. Dus we hebben ons verhaal eigenlijk uitgetekend in... Hier zijn we gestart 2011 en we hebben gezegd van ja, we spreken hier over een traject van minstens 30 jaar. Om eigenlijk te komen tot een structuur die zowel publiek als privaat de nodige ondersteuning kan geven op vlak van het fantastische erfgoed dat wij eigenlijk hier in België hebben. Hè. Want we beseffen dat onvoldoende. We hebben ongelooflijke collecties, zowel in onze musea, maar vooral ook in onze kerken, die totaal onderbelicht zijn, die gelukkig wel ondersteund worden in Vlaanderen en in mindere mate in Wallonië en Brussel door een heel sterk subsidiebeleid, maar waar toch wel het duurzaam bewaren voor de toekomst toch een uitdaging zal blijven, ook politiek, hè, om datzelfde draagvlak te kunnen houden in de besluitvorming en de budgetten daarvoor vrij te maken. Dus onze purpose maakt dat we als bedrijf ook kijken naar wat voor bedrijf moet je dan zijn en hoe ga je dat dan organiseren. Eigenaarschap is hier geen loos woord, dat is echt iets waar we constant mee bezig zijn. Dat gaat ook in trapjes, hè, want je komt natuurlijk als junior binnen, meestal. En je evolueert naar een full ownership, maar altijd in een coaching omgeving. We hebben een zeer vlakke structuur, we zijn ook een klein bedrijf natuurlijk. Hè, maar die vlakke structuur is wel belangrijk, omdat... besluitvorming is hier niet top-down. Hè. Besluitvorming gaat over hoe kan je allemaal specialisaties samenbrengen bij complexe vraagstukken. En zeker in hedendaagse kunst is dat heel erg aan de orde. Hè. Oude kunst, dat kennen we al. Dat is al zoveel keer gerestaureerd. Maar hedendaagse kunst, dat is best wel uitdagend op dat vlak. Dus we kunnen dan mensen samenbrengen in functie van projecten. Die duurzaamheid hebben we het ook al over gehad. Hè. Dus uiteindelijk, onze core-activiteiten dragen gewoon rechtstreeks bij aan de duurzame bewaring van kunst en erfgoed. Maar ook in andere dingen als technieken en procurement en producten kiezen we voor de minst invasieve, de meest duurzame aanpak. We trekken ook mee echt als bedrijf aan de beroepserkenning. Hè. De kansen liggen daar niet goed bij Europa, want Europa heeft daar de piste gekozen om de vakmannen en de ambachten te gaan beschermen, eerder dan de wetenschappelijke kant van beroep. Maar goed, we blijven daarvoor ijveren. We zijn ook stageplaats voor de drie opleidingen. Je hebt drie universitaire opleidingen in België waar je dit beroep die master kan halen. We zijn stageplek en dat is ook geen kleine inspanning. Hè. Stagiairs omkaderen, dat is best wel een intensieve activiteit. We vinden dat ook wel heel fijn. We vinden dat ook deel van onze opdracht, dus dat doen we ook heel consequent. En we kijken naar duurzame tewerkstelling en werkbaar werk. Hè. Dus we werken onder andere ook nu met ESF samen daarvoor. Want dit is natuurlijk een heel specifiek bedrijf, ook hele specifieke profielen, dus werkbaar werk is wel, dat is niet zo evident om dat uit te tekenen. Restauratie is een combinatie, dat is zeer uitzonderlijk, van hoofd en handen. Maar hoofd dan heel gespecialiseerd en hoog technologisch en handen eigenlijk ook zeer gespecialiseerd. Dus die combi, en mensen moeten de twee echt goed kunnen, is geen evidente. Dus Want je zei dat straks, ik pik daar even op in, Leen, als je me toestaat, dat zijn geen kunstenaars, maar je moet toch wel een beetje kunstenaar zijn om zo'n kunstwerk, of stel ik mij dat verkeerd voor, fatsoenlijk te restaureren? Ja, restauratie
in eerste instantie heel veel technologie vandaag. Dus we hebben heel veel techniek om door een werk te kijken. Hè, allerlei soorten X-ray en infrarood en allerlei soorten technieken om meer te weten dan wat het oog ziet. En het is heel chemisch. Het is zeer wetenschappelijk. Het heeft heel veel met chemie te maken. Wat je wel moet kunnen natuurlijk of hebben, is zien door kleur en vorm. Maar dat is nog iets anders om te zeggen, ik ben een createur, ik kan nieuwe dingen schrijven. Dus het technische, dat wel, maar niet het creatieve. Nee. En ze zeggen zelf ook, dikwijls al lachend, ik ben een mislukte kunstenaar. Maar dat is natuurlijk niet vast, want dat is zo'n goed daarvan. Maar een goede wetenschapper dan. Ja. Maar dus ja, wat die purpose betreft, we gaan zitten in het traject van het VCDO-charter van VOCA. We zijn bezig met de SDGs, ook op Europees vlak. Zeker rond ons ICM-verhaal met dat ontgiften van die objecten. Dat is ook even aan bod gekomen. Dus daar zitten we echt heel actief op te werken. Maar we doen ook heel veel pro bono. Wij vinden dat deel van ons verhaal. Hè, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe dat je het ook wilt noemen. CSR, wij doen ook wel wat projecten gewoon pro bono en ook buiten België. We hebben een project lopen in Ethiopië waar we een restauratieopleiding gaan starten. Wel, onze mensen gaan daar train-the-trainer gaan doen, hè, een aantal weken. We hebben in de uitloop van de explosie in Beirut zijn we nu bezig met een aantal heel specifieke workshops digitaal om bijvoorbeeld mensen te helpen die heel veel schilderijen hebben scheuren omwille van de drukverplaatsing. Om hen te helpen om methodes op punt te stellen om dat snel te kunnen verhelpen. Dus zo'n dingen doen wij ook. En dat vinden wij interessant, maar dat is vooral ook voor onze mensen heel valoriserend. Hè. Dus we kunnen dan uit hun gewone werk treden, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe kennis opdoen en in elke interactie leren iets. Dus ja, dat is echt deel van ons verhaal. Heel mooi. Ik zie dat de tijd vooruit gaat en we hebben toch nog een belangrijk topic te behandelen. Dat is de huidige crisis, hè. Jij bent ondernemer, founder, CEO, bestuurder van ePark, ook voorzitter van Plan International. Hoe heb je de huidige crisis van nabij beleefd en hoe bleken organisaties resilient te zijn? Welke zijn de aandachtspunten waar jullie zijn doorgegaan en welke wijzigingen zijn er eventueel doorgevoegd? Bijvoorbeeld bij Plan International, een interessante vraag is, wat heeft de board daar gedaan tijdens de crisis? Vooral in de drie rollen van de board die je ook goed kent. Hoe heb jij dat beleefd? Dat willen wij ook graag nog van jou weten. Ik zal misschien beginnen met Plan. Hè. Bij Plan was het zo, een heel specifieke situatie. Bij het begin van de lockdown vorig jaar vertrok ook de nationaal directeur. We hadden intussen een nieuwe nationaal directeur aangeduid. Maar die werkte in Washington bij de Wereldbank. En die ging beginnen normaal... die had gevraagd, kan ik beginnen als mijn kinderen dan... Want die moesten ook opnieuw verhuizen naar België. Naar school kunnen, dus dat was 1 september. Op het moment dat wij dat toegezegd hadden in januari, was er van COVID nog geen sprake. En dachten we, oké, we krijgen dat wel overbrugd. Maar dus, dat was dan wel even anders. Dus we hebben dan in allerijl een duo-management geïnstalleerd voor de nationale directie. Dat liep eigenlijk niet goed, omdat dat ook allemaal digitaal was dan plots. Hè. En dan hebben we uiteindelijk toch, heeft een van de twee gezegd, ik ga het alleen doen. Maar dat heeft dus wel gemaakt dat voor de Raad van Bestuur plots toch wel wat, dat we toch wel wat de fingers in moesten hebben, plots, ongewild, omdat er daar een vacuüm ontstaan was. Dus dat was wel een heel specifieke situatie. En we zagen bij Plan ook wel dat de impact op de mensen die dan onmiddellijk ook thuis waren, en want bij ePark was dat anders, hè. Wij zijn blijven doorwerken hier, maar bij Plan dat iedereen thuis, en nog steeds eigenlijk, dat die impact eigenlijk wel best heel groot was. Ook omdat je daar ziet met een... Het is geen gelijkaardig profiel, maar het zijn mensen met een hele hoge intrinsieke motivatie, heel veel passie. En dus als je dat afsnijdt en zegt van ja, er zijn geen projecten meer mogelijk, je gaat niet meer kunnen reizen, we kunnen geen audits meer doen voor onze public funders, hè, want wij hebben ook financiering van Europese fondsen, van ontwikkelingssamenwerking in België. Ja, dat onmiddellijk zo werd afgesneden, was ook heel pijnlijk. Te meer, omdat natuurlijk wij heel goed weten dat de impact van COVID-19 gigantisch is op de stakeholders van Plan, is te zeggen de kinderen in de Global South. En met name de meisjes en de vrouwen. Hè, want die zijn, zoals dat bij alle crisissen gaat, hè, om je maar een voorbeeld te geven, bij de tsunami zijn vrouwen en meisjes veel grotere slachtoffers geweest omdat ze bijvoorbeeld niet konden zwemmen. Dat is nu maar één voorbeeld, maar dat heeft met educatie te maken. En dus nu bij COVID ook. Wij weten nu al dat er 750 miljoen meisjes niet terug naar school gaan na de pandemie.
omdat zij intussen economisch ingeschakeld zijn, uitgehuweld zijn. Dus die dingen wetende en daar met hun neus in zitten, is heel moeilijk om dan te zeggen aan die mensen, ja, je moet daar even gewoon, je kunt nu niets doen, je moet wachten. Dus well-being was plots, heeft altijd wel op de agenda gestaan bij plannen, omdat je zit met mensen die zeer gemotiveerd zijn, zeer passioneel, maar die je erg bijna tegen zichzelf moet beschermen. Dus we hebben daar altijd heel hard om gewerkt, maar nu extra. Dus voilà, dat was wel een heel grote impact. En welke was dan de rol van de board erin? Je sprak zelf over nose in, fingers out. En ja, daar was fingers in. Er was geen management dus. Ja, er was wel iemand die als interim aan het management heeft opgenomen. En het was fingers in met de vingertoppen. Hè, want we hebben een fantastisch managementteam. Er is geen enkele reden om daar operationeel af te dalen en daar in de pot te gaan roeren. Dat kunnen zij perfect zelf. Maar er was wel heel veel interactie. Ik heb sowieso een wekelijkse sparring met de nationaal directeur, die er intussen wel is. Hè. Maar die wekelijkse sparring, ja, dat werd dan wel wat intensiever. En dat is ook maar logisch. Ik bedoel, als er nood het hoogst is, dan moet de raad van bestuur er ook staan. En zeker het bureau. Hè. We hebben een raad van bestuur van 12. Bij de volgende AV zullen er 13 zijn. Maar we hebben ook een bureau van 3. Met de penningmeester mezelf en de compliance director. En dus wij doen eigenlijk het voorbereidend werk. Maar wij zijn ook wel beschikbaar om meer tactisch ook tussentijds, tussen de raden van bestuur, ja. En dat is goed gelopen, want ik veronderstel dat al die raden van bestuur ook op afstand hebben plaatsgehad. Ja. Ja, dat ging eigenlijk heel goed nu. Het is een raad van bestuur ook, die wel wat op elkaar zijn ingespeeld. Hè. We hebben dan 4 raden van bestuur per jaar, we hebben ook een strategiedag elk jaar. Dus we kennen elkaar wel, dus dat helpt ook wel. En eigenlijk is iedereen heel snel omgeschakeld. We hebben nu recent onze strategiedagen in 2 sessies ook digitaal gedaan. Dat is eigenlijk ook heel goed geweest. En ik denk, wat ik vooral bij het management nu hoor ook, is dat die sparring partner rol, om dingen te kunnen aftoetsen en toch niet alleen te zijn in een situatie die nieuw is, dat heel belangrijk geweest is. En dat zij ook heel blij waren dat wij die onzekerheid die er was, dat we die erkenden als raad van bestuur en dat we die eigenlijk ook omarmden en zonder paniek te veroorzaken. Hè. Nu, ik moet ook wel zeggen, onze inkomsten hebben eigenlijk onder die crisis vandaag niet geleden. Hè. Wij voorzien dat we, als we niks veranderen, dat we daar wellicht op middellange termijn wel ergens gaan impact van hebben, al was het maar omdat de beleidsvorming zal moeten rekening houden met budgetten die COVID-putten zullen moeten vullen. Hè. En de ontwikkelingssamenwerking gaat daar zeker invloed van hebben. Maar budgetair was er niet echt een issue, maar er was natuurlijk wel een groot issue met de programma's en alles wat er liep, dat plots eigenlijk echt onbood geplaatst. Ja, en op menselijk vlak hè, is er een belangrijk issue. Ja. En bij e-park heb je daar bepaalde zaken moeten veranderen tijdens de crisis? Meer aandacht voor de korte termijn dan voor de lange termijn? We hebben heel veel impact gevoeld langs de museale kant. Hè. Dus UNESCO heeft nu recent een onderzoek gepubliceerd van 140.000 musea in hun lidstaten, hè, dus die aangesloten zijn bij UNESCO. En dus de verliezen gaan van 70% tot 90% minder inkomsten. Dus dat is gigantisch. Dat is iets dat jaren gaat nodig hebben om te herstellen. Dus we hebben dat heel erg gevoeld. Gelukkig waren we eigenlijk al een paar jaar aan het diversifieren om veel meer die balans te zoeken naar privéverzamelingen versus publiek. Om andere redenen, hè, want we konden COVID nooit voorzien. Hè, maar publiek is natuurlijk heel veel voorfinanciering, trage betalers, trage beslissers, zeer lange voortrajecten van tendering. Dus om die reden hebben we gezegd, we moeten eigenlijk meer onze eieren in verschillende manden gaan leggen. We hadden dat gelukkig al voorbereid een aantal jaar, zodat we dus inderdaad gezien hebben dat de kunstmarkt heeft niet stilgelegen. Hè. De verzamelaars zijn blijven kopen, eigenlijk heel veel gekocht online. En dus we zagen inderdaad dat de private opdrachten ook bleven komen. Dus we hebben vooral moeten aanpassen op vlak van musea. Want, we hebben een beetje moeten schakelen. Londen is toegeweest. Er was echt, de UK was super streng, dus daar konden we echt niet blijven werken. Dat is 10 van de 12 maanden vorig jaar toegeweest. Dus dat is best wel heavy. En we hebben vooral gekeken naar wat kunnen we in functie van COVID bijsturen aan processen. En dan hebben we eigenlijk een applicatie in dienst genomen die toelaat om met opdrachtgevers van op afstand te communiceren rond restauratie, waar we video's kunnen in sharen. Dus een soort multimedia platform waar de opdrachtgever de restauratie eigenlijk live kan volgen. En dat is wel een hele goede tool gebleken. Ja.
Ik veronderstel dat dat toch ook wel wat tot stress af en toe geleid heeft, de COVID en de impact dat dat heeft gehad op de business bij e-park. Heeft dat ook een vertraging veroorzaakt in jullie groeitraject? Ja, allee, je moet weten dat wij de twee grote investeringen die we gedaan hebben de afgelopen jaren is een investering in een nieuw soort apparaat om analyses te doen op kunstwerken. En dat kost een klein huis, hè. We hebben dat gekocht 3 maanden voor de eerste lockdown. En we hebben een bedrijf overgenomen in Londen 2 maanden voor de eerste lockdown. Dus ja, dat zijn natuurlijk pijnlijke timings, maar die niemand kon voorspellen. Dus hij heeft zeker hiccups veroorzaakt. Hè. Gelukkig was de overheid daar ook wel met zijn steunmaatregelen. En we hebben een en ander zoals kapitaalaflossingen kunnen uitstellen. Maar ja, we hebben toch wel, als we nu kijken, dus tot nu zitten we aan 30% minder omzet dan wat we normaal zouden. En zijn jullie nu klaar om terug naar de lange termijn te kijken? Absoluut. Wij zien nu ook dat de business stilletjes aan terug aantrekt. Dus we zien zoals signalen van oké. Ook afgelopen maand was echt al significant veel beter dan alle maanden daarvoor. Dus we zijn absoluut klaar om voor te doen. En zeker omdat er opportuniteiten zijn voor enerzijds onderzoek en twee voor die decontaminatie. Wij voelen daar post-COVID echt heel veel aandacht voor de gezondheid van museummedewerkers. En dus daar zullen we echt wel actief op inspelen. Ja. Ik heb nog een laatste vraag uit het publiek, Leen. Ik vind het in elk geval al een fantastische getuigenis, vooral over het hele purpose-verhaal en het verhaal van de ICA-beginselen, dat toch nog iets te zeldzaam is eigenlijk. Het zou meest moeten gebruikt worden als fundering van een samenwerking. Maar ik heb nog een vraag van Catherine Delange, nog over de purpose. En het remuneratiebeleid. Houdt u ook rekening met die 3 P's hè, die jullie dan nastreven in het bepalen van de remuneratie? Ik veronderstel dat dat ook een specifieke aanpak is in voor die bijzondere profielen waar jullie mee werken. Goh, ik vind een moeilijke vraag om te antwoorden. Je hebt het over de remuneratie van de noten, van de bestuurders of van de medewerkers? Want het zijn twee. Natuurlijk, ik denk dat het in de eerste plaats over de remuneratie van de bestuurders zal gaan. En vermits jullie founders zijn, denk ik, en zelf ook allemaal actief, denk ik, hè, in de vennootschap. Ja. Nee, eigenlijk, het gaat misschien heel raar lijken, maar wij hebben alle vier hetzelfde pakket. Exact hetzelfde pakket, al sinds het begin. En it suits us fine. Ik denk dat het een en ander ook te maken heeft. We hebben natuurlijk echt een bedrijf gemaakt om te kunnen doen. Zeker mijn man en ik, maar ook de twee anderen. Maar wij zijn natuurlijk een exponentieel freak daarin. Maar we hebben eigenlijk een bedrijf gestart om te kunnen doen wat we het liefst doen. Dus te zeggen, met kunst bezig zijn. Dat is onze drijfveer en dat is, wij zitten daar nu altijd tussen. Dat is fantastisch en ik wil daar ook nooit meer uit weg. Dus dat is de belangrijkste beloning. En dus die inbreng die we kunnen doen in kennis en in generaties opleiden, dat geeft heel veel voldoening. En eigenlijk hebben we alle eventuele winst die er al geweest is in de afgelopen jaren altijd volledig opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf. Dus wat de remuneratie betreft, is het dat. Wij weten ook dat wij... ik word nu dat is, je kan niet meer de purpose dienen dan op die manier. Dat klopt met hoe dat wij zijn en wat dat we willen doen. Maar ook naar de toekomst toe. Ik word 50. Zo naar exit en zo. We gaan zien hoe dat we dat gaan doen, maar mensen vragen ons soms, wat gaat er dan? Dat is toch een pensioen, gaat toch dat bedrijf verkopen? Ik denk dat we dat bedrijf niet kunnen verkopen. Wij gaan moeten intern maken dat er daar opvolging klaar staat en dat dat gewoon overgaat in de volgende handen, letterlijk. Het continuïteitsvraagstuk is inderdaad, denk ik, een bij jullie een heel moeilijk en delicaat bestuursvraagstuk. Hè? Omdat je net met die hooggespecialiseerde profielen zit je dus inderdaad met een... Want ik heb ook gezien in de statuten dat daar heel mooie clausules, waarderingsclausules in staan. Maar je moet natuurlijk een koper hebben. Hè? Absoluut. Dus, we kijken daar op een hele specifieke manier naar en we zullen daar wel uitkijken. We hebben nog wel wat tijd. Hè? Maar we zijn er gelukkig aan het actief over aan het denken, laat ik het zo zeggen. Ja, en qua remuneratie van de medewerkers, het ging ook over de werkstelling en het zoeken van de juiste krachten. Ja, er zijn niet zoveel bedrijven als dat onze, dus mensen weten als ze hier komen, 1, dat ze aan topstukken kunnen werken, en 2, er zijn niet heel veel aanwervers in onze markt, tenzij een bedrijf als IPARC. Plus, we zijn een stageplaats, dus iedereen kent de weg.
Dus tot nu toe hebben we eigenlijk geen enkel probleem om goede mensen te vinden, gemotiveerde en getalenteerde mensen in België, maar ook in het buitenland. Hè? Want we beginnen meer en meer ook buitenlanders binnen te krijgen. Ja, we zoeken dat ook op om die instroom ook een beetje te verbreden. Dus we hebben nu iemand van Keulen, we hebben iemand van de Sorbonne intussen. Dus dat begint echt internationaal ook vorm te krijgen. Ja. Heel mooi, Leen. Ja, we zijn aan het einde gekomen en dan wil ik jou nogmaals bedanken. Het was echt een unieke getuigenis, hè? Want het is echt een unieke onderneming, denk ik. Een unieke combinatie van wetenschap, kunst. Ik wou dan toch kunst zeggen. Wetenschap, kunst en business, hè? Want jullie zijn toch een commerciële onderneming. En uiteraard heb je nog wat tijd, hè? Maar je weet ook dat men zegt, wanneer moet je met governance beginnen? Eigenlijk wanneer het te vroeg is. Hè. Dus, maar, voilà, je hebt ook onze opleidingen gevolgd, dus je kent al die lessen en ik zie dat je ze ook heel goed toepast in de praktijk. Dus van harte dank. Zometeen gaan wij nog eventjes naar de lounge gaan, waar wij nog een gesprek kunnen voeren, dan iets informeler met de deelnemers. Maar rest mij nog de deelnemers te danken. Om weer aanwezig te zijn en de volgende Home of Governance Talk aan te kondigen. Die zal doorgaan op 18 mei, dinsdag 18 mei. En dat zal zijn met Dominique Valken, de CEO van Stadsbader. En dit keer een laureaat van de Family Business Award of Excellence. En dat zal gemodereerd worden door Lisbeth Ridder, onze secretaris-generaal. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit om jullie op 18 mei weer terug te zien. Van harte dank en we zien elkaar aan de ronde tafels. Tot zo dadelijk. Dank je wel.